Het eerste tijdvak van 2024 zit er weer op. Nou, het wachten helaas niet, tenminste als je deze video op de publicatiedatum kijkt. Dan is het nog ongeveer 2 weken wachten tot het bekendmaken van de N-term. Inmiddels heb ik de examens van 5 HAVO Wiskunde A en B en VWO Wiskunde A, B en C 2024 eerste tijdvak al volledig uitgewerkt in videovorm. Dus kijk ook zeker die video als je daarin geïnteresseerd bent. Wat ik in deze video wil doen, is per examen dit kort doorlopen en ook een voorspelling doen van de N-term. Ik ga hiervoor beginnen bij HAVO Wiskunde A. Volg jij een ander type wiskunde, kijk dan in de beschrijving of in de eerste reactie onder deze video en dan kun je direct naar de juiste type wiskunde van jou toe. Nou, ik klik hier op HAVO Wiskunde A en op de opgave. En dan ga ik beginnen met 5 HAVO Wiskunde A. Bij dit examen zat een formuleblad erbij. Nou, dat heb je meermaals nodig gehad. En ik begin met de eerste opgave. Nou, de eerste opgave vond ik eigenlijk direct best goed te doen. Op de uitwerkbijlage moest je een rechte lijn doortekenen en aflezen op 100%. Nou, opgave 2 tot en met 5 vond ik ook niet al te lastig. Al met al een relatief makkelijk begin van het examen. Dat is overigens wat ik denk dat de meerderheid vond. Het kan best zijn dat je dit wel lastig vond, hè, dus voel je niet aangevallen. Opgave 6, opgave 7, opgave 8 en opgave 10... die waren relatief goed te doen qua statistieke opgaves. Je moest bij opgave 6 met procenten rekenen. Bij 7 moest je de meetniveaus goed kennen. Nou, bij opgave 8, nou, dan moest je eigenlijk ook gewoon goed de percentages aflezen. Klopt trouwens niet wat ik zeg. Het gaat hier om een 95% betrouwbaarheidsinterval. Dus daar moest je goed mee kunnen werken. Was op zich ook niet de moeilijkste vraag die je daar had kunnen krijgen. Ik kan me wel voorstellen dat je bij opgave 9 wat lastig vond om daar een goed getallenvoorbeeld te verzinnen. Ik denk dat deze vraag landelijk gezien niet zo goed is gemaakt. Opgave 10 denk ik weer wel. Het was hier vrij duidelijk dat je de effectgrootte moest gebruiken. 2 gemiddeldes en 2 standaardafwijkingen waren gegeven. Nou, dit is wel eens lastiger geweest. Dit was eigenlijk gewoon een invuloefening. Dan gaan we door naar opgave 11. Nou, dat was eigenlijk ook letterlijk het invullen. Bij opgave 12. Nou, deze werd iets lastiger. Je moest je vooral bedenken dat je 2 vergelijkingen kon opstellen. Je kon eigenlijk beide andersom van elkaar afhalen. En bij beide moest je dan uitkomen op een verschil van 5. Opgave 13. Nou, dan moest je beredeneren. En ik vond deze vraag erg makkelijk in vergelijking met wat er andere jaren in zat. Opgave 14 was weer een invulvraag. Opgave 15. Die is denk ik landelijk gezien wat minder goed gemaakt. Dat is vaak bij dit soort wat abstractere vragen. Dat neigt toch wat meer richting wiskunde B. Opgave 16. Hier was het vrij voor de hand liggend dat je het betrouwbaarheidsinterval met P dakje moest hebben. Er staat 410 mannen, 74 mannen, die zijn het eens met de stelling. Ja, dan kun je de steekproefproportie uitrekenen. Ik denk dat deze vraag ook relatief goed gemaakt is. Nou, bij opgave 17. Nou, de moeilijkheid zat hem erin, in het maken van de tabel. Ook dat is andere jaren wel eens lastiger geweest. Ik kan me voorstellen dat je dat nu misschien ook niet gelukt. Dus ja, dan kan het zijn dat je hier 0 punten hebt. Maar in vergelijking met andere jaren vond ik deze nog wel redelijk te doen. Bij opgave 18 moest je ook weer redeneren. Deze was wat lastiger dan de vorige redeneeropgave. Ook niet het moeilijkste wat erin heeft gezeten, maar wel wat moeilijker. Opgave 19, nou, die kon je met de GR oplossen. Opgave 20, die moest je omschrijven. Ook dat wordt altijd weer relatief als lastig gezien. En opgave 21 was gewoon invullen. Nou, dan gaan we door naar de laatste vraag. Ik vond deze vraag op zich redelijk te doen. Ik denk dat best wel veel mensen hier in ieder geval een aantal punten hebben. Wat ik wel vermoed is dat niet iedereen, lang niet iedereen, op de vergelijking 0,25x plus 0,5x is 9 kwam. En die vervolgens dan ook niet opgelost krijgt. Al met al vond ik dit een relatief makkelijk examen als je dit met andere jaren vergelijkt. En ik verwacht een N-term van 1,1 à 1,3. 5 HAVO Wiskunde B. Ik ga weer beginnen met de allereerste vraag. En de allereerste vraag was denk ik best wel goed te doen. Je moest hier de functie fx differentiëren. De enige moeilijkheid zat hem denk ik in de kettingregel. Dus dat je nog vermenigvuldigt met 1/3. En vervolgens dat je alles wel tussen haakjes zet. Want je moet daarna pas alles keer 2 doen. En keer 3 tenminste alles wat voor die haakjes stond. Nou, vervolgens werk je dat uit en dan heb je het bewezen. De tweede vraag, die was ietsje lastiger. Ik denk ook nog steeds dat deze relatief goed te doen is. Maar ik kan me voorstellen dat je hier niet alle punten hebt gehaald. Bij de derde vraag vermoed ik dat bijna iedereen de waardes van A en B heeft. Zo is dat eigenlijk altijd wel zo.
Er waren er van C, daar heb je de periode voor nodig. Dat wordt vaak iets lastiger gevonden. En met name de waarde van D, daar hebben mensen nog wel eens moeite mee. Dus ik gok dat de meeste mensen hier wel wat punten hebben. Maar ja, wellicht niet alle punten. Opgave 4, dat was een beetje een wat gekkige vraag. Dus ik verwacht dat hier weinig mensen hebben bedacht, oh, als ik de haakjes uitwerk, dan krijg je een factor 0,67. Volgens mij voor, even kijken, P minimum als ik het zo zie. En als je die dan op elkaar deelt, kom je uiteindelijk uit op 2. Nou, bij opgave 5 denk ik dat het relatief goed te doen was bij deze opgave. En dan gaan we door naar opgave 6, een parabool en een cirkel. Nou, je moest hier uitrekenen dat de hoek kleiner is dan 30 graden. Nou, welke hoek? Je moest de raaklijn aan de grafiek tekenen in het punt D. En vervolgens ja, kun je dat natuurlijk ook weer doen met differentiëren. Nou, ook dit is gewoon weer een maxfunctie. Zelfs nog iets makkelijker dan de allereerste opgave. De moeilijkheid zit hem hier met name in het daadwerkelijk daarna uitrekenen van die hoek. Maar dat kan gewoon met behulp van de richtingscoëfficiënt. Nou, de meesten zullen hier in ieder geval een punt hebben of twee punten hebben voor het differentiëren. Maar misschien is het niet helemaal gelukt om die 4 punten te halen. Nou, zoiets geldt ook bij opgave 7. De meesten zal het hier denk wel gelukt zijn om de cirkelvergelijking op te stellen. Tenminste, ja, als je een cirkel ziet en je weet verder niet wat je moet doen. Nou, dan zou het zomaar eens kunnen dat je de cirkelvergelijking moet opstellen. Het kan zijn dat je er dus ook hier niet helemaal uitgekomen bent. Ik vond deze opgave wel relatief goed te doen in vergelijking met andere opgaves van vorige jaren. Datzelfde geldt ook voor opgave 8. Nou, het is een driehoek zonder een rechte hoek erin. Dus dan moet je eigenlijk al heel snel denken aan de sinusregel of de cosinusregel. De enige moeilijkheid is dat je hier een hoogtelijn moet tekenen. Dat kan of vanuit punt A, of vanuit B, of vanuit punt C. Maar voor de rest denk ik dat ook deze relatief makkelijk was. Opgave 9. Nou, dat was pas echt een vervelende opgave. Ik denk dat veel mensen hier misschien wel 20, 30 minuten verspeeld hebben voor niks. Er staat namelijk onderzoek. En dat betekent dat je het gewoon bij de rekenmachine mag invoeren en optie intersect mag gebruiken. Dus heb je hier heel veel tijd verpest op het examen. Nou, zorg dat je dan de examenwerkwoorden goed kent. Onderzoek, dat betekent dat het niet op een exacte manier hoeft, maar dat je ook de rekenmachine mag gebruiken. Opgave 10 en 11. Nou, ook daar waren eigenlijk weinig bijzonderheden in, vond ik. De opgave voor het bierbrouwen. Nou, het berekenen van een groeifactor, nou, dat is redelijk basale kennis. Mits je dat in ieder geval nog geoefend hebt, want ja, als je het niet meer weet, kun je het natuurlijk hier ook niet invullen. Maar niks speciaals in ieder geval. Opgave 13. Nou, dat viel op zich ook wel mee. Het enige waar je rekening mee moest houden is met 5 minuten koken. Dus je moet eigenlijk die 5 moet je er wel in verwerken. Als je die 5 vergeet, dan kost je dat een punt. En datzelfde geldt bij opgave 14. Dan moest je ook rekening houden met dat het al 5 minuten gekookt heeft. Voor de rest is opgave 14 een invuloefening. Goed naar de letters kijken. Niet heel bijzonder als je het mij vraagt. Bij opgave 15, daar staat bereken exact. Dus hier moet je wel echt de vergelijking oplossen. Maar ja, dan heb je links en rechts een 2 macht staan. Dan kun je eigenlijk links en rechts gewoon een 2 log pakken. En dan gaat het al over op een wortelvergelijking. Nou, ik denk dat deze redelijk te doen is. Maar ik kan me voorstellen, als je moeite hebt met vergelijkingen exact oplossen, dat je hier niet uitgekomen bent. Opgave 16. Ja, daarbij kan ik me ook voorstellen dat je het lastig vindt alle stappen goed te volgen. Dit was wel een iets lastigere opgave. Opgave 17 is gewoon basiskennis van de logaritme. Dus als je die goed beheerst, heb je deze 2 punten wel binnengetikt. Opgave 18 is ook weer een maxfunctie differentiëren. Ik vind dat er veel maxfuncties in dit examen zitten. Dat had wat mij betreft wel iets meer gevarieerd mogen worden met nog een quotient er eventueel bij. Opgave 19... De laatste opgave van dit examen, die was misschien wel wat lastiger. Maar ook hier, als je gewoon stapsgewijs alle stappen volgt, zou je er op zich wel uit moeten komen. Maar ik vermoed dat deze relatief gezien iets slechter gemaakt is, of dat mensen maar 2 of 3 van de 6 punten hebben in dit geval. Nou, al met al, ik vond het geen moeilijk examen, ook niet super makkelijk. Dus ik verwacht een beetje een gemiddelde N-term. Nou, meestal is dat zo rond de 1,5. Nou, het zou ook maar zomaar kunnen. Als het wat slechter is gemaakt, dat het richting de 1,7 of misschien wel 1,8 gaat. Maar ik gok zelf dus eerder 1,5 à ongeveer 1,7. VWO Wiskunde A. Bij dit examen mocht je een formuleblad gebruiken. En ik ga wel beginnen met de eerste opgave. Nou, dat was volgens mij best wel een goede opwarmer.
Je hoeft hier alleen maar op een hoogte 10 af te lezen wat de snijpunten waren met de stippenlijn. Nou, dat zijn 3 punten, alleen goed letten op de logaritmische schaalverdeling. Al met al, nou, lekker begin. Opgave 2, 3, 4 en 5 vielen mijns inziens ook wel mee. Werken met formules, het invullen daarvan. Nou, op zich best wel een fijn begin van het examen. Opgave 6 was eigenlijk ook een invuloefening. Alleen de laatste stap, waarbij je nog moest vermenigvuldigen, kan ik me voorstellen dat je daar misschien niet op gekomen bent. Opgave 7, het herleiden van zo'n formule, wordt zeker bij wiskunde A niet altijd even leuk gevonden en even goed gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat je deze punten misschien niet hebt. Dan opgave 8, de wat mij betreft slechtste wiskunde A-vraag bij VWO sinds jaren. Je mag hier namelijk gewoon de hellingsgrafiek op de rekenmachine intypen. En ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen hebben geprobeerd om deze formule te differentiëren. Dan misschien wel 20, 30 minuten mee bezig zijn geweest, terwijl dat helemaal niet hoefde. Terwijl ja, het plotten van de hellingsgrafiek, dat komt eigenlijk helemaal niet zo uitgebreid voor bij wiskunde A. Dus ik vond dit niet zo'n goede vraag. Dan de opgave over meerlingen. Bij opgave 9 kon je dit vrij geordend en netjes gewoon uitschrijven, de mogelijkheden. Dus die vond ik best wel goed te doen. Bij opgave 10 moest je een percentage uitrekenen van de 3 pluslingen in 1991. En dat relateren aan 1980. Ook niet zo heel gek moeilijk als je goed met procenten kunt werken. Opgave 11 vond ik wel weer een relatief hele moeilijke opgave. Dit was een opgave over rijen. En eigenlijk heel anders dan dat we tot nu toe gewend zijn in het hoofdstuk. Ik moest zelf ook eventjes nadenken met hoe kan ik nou de waarde van B het beste uitrekenen. En toen bedacht ik, er is een punt gegeven. P2 is 189ste. Dus dat is het letterlijk invullen in de formule, zodra je de R weet. En dan kom je er. Maar ik vermoed dat velen hier niet op gekomen zijn. Opgave 12, die was op zich ook goed te doen. Ik zou, tenzij je daar heel erg mee geoefend hebt, ik zou niet per se de formule hier opstellen van de rij. Ik zou het gewoon letterlijk uitwerken, zoals ik in mijn examenvideo ook doe. Dat scheelt je in ieder geval de tijd met de formule opstellen en hopen dat dat helemaal goed is. De opgave over de veldleeuweriken was een gemiddeld niveau, niet super lastig. Bij opgave 14 kan het wel zijn dat je de periode 1990 tot 2000 als 10 jaar hebt geteld. Dus dat je tot de macht 10 hebt verheven. Nou, dit moet tot de macht 11 zijn, want gerekend vanaf 1989 ben je 11 jaar verder gegaan. Dus dat we eens even opletten. Bij opgave 15 moest je een recursieve formule opstellen. Nou, dat was hier denk ik wel goed te doen. Dit is vergelijkbaar met opgaven zoals je ze in het hoofdstuk over rijen geoefend hebt. Dan moest je nog de grenswaarde bepalen. Ook best wel goed te doen bij deze formule. Ook vergelijkbaar met hoe je de opgaves geoefend hebt. Bereken met behulp van de formule van de afgeleide. Nu moet je wel gaan differentiëren. En daarbij kan ik me ook weer voorstellen dat je wat punten mist. Want dat wordt nu eenmaal niet heel eenvoudig gevonden bij wiskunde A. Dan de opgave over de honkbalsalarissen. Je moest hier eigenlijk gewoon de formule van exponentiële groei opstellen. Er staat zelfs gegeven bij welke punten bij 21 en 28 jaar. Alleen de rekening mee houden dat je 0,4 miljoen en 2,6 miljoen naar de juiste eenheid omzet. Maar voor de rest geen spannende vraag volgens mij. Bij opgave 19. Weer een grenswaarde uitrekenen. Bij opgave 20. Een heel stuk tekst goed lezen. En vervolgens vermoed ik dat die best wel goed te doen was. En dan de laatste vraag. Ik vond het best een leuke vraag dit. Er staan ook veel punten voor, 9 punten. En je moest trouwens, misschien vond jij het helemaal geen leuke vraag, maar ze hebben het hele stukje met de sinusoïde tot het einde bewaard. En daar ook nog de 12-delen-regel aan toegevoegd. Dus ik hoop dat je hier in ieder geval veel punten hebt gepakt bij het opstellen van de sinusoïde. Dat je daarna misschien niet helemaal mee verder komt. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk dat de meesten hier toch wel een heel gedeelte van die 9 punten te pakken hebben. Al met al vond ik het een redelijk gemiddeld examen. Zeker niet moeilijk. Ook weer niet super makkelijk, dus ik verwacht een N-term van 1,3 à 1,4. VWO Wiskunde B. Toen ik dit examen zelf gemaakt had, vond ik het eigenlijk best wel goed te doen. Toen ik bij nader inzien nog eens wat dieper op de opgaves daarna ging inzoomen, toen constateerde ik dat het toch best wel wat inzichtelijke opgaves waren die ertussen hebben gezeten. En heb ik mijn mening moeten bijstellen. Dit was best wel een heel lastig examen, denk ik, voor de meesten in Nederland. De eerste opgave bewijst dat de grafiek van F in A stijgt. Dit is een makkelijke binnenkomer.
differentiëren, de x-coördinaat van a in de afgeleide invullen en aantonen dat dit groter dan 0 is. Nou, mooi opwarmertje. Opgave 2 is al een stuk lastiger. Als jij hier niet bedenkt dat je de grafiek van f een half naar links of naar rechts kunt transleren, kan het zomaar zijn dat je hier 4 punten mist. Bij opgave 3, nou, simpele oppervlakte uitrekenen tussen 0 en 3. Waarom zeg ik simpel? Omdat de functie een e-macht is. Dan hoef je bij het primitiveren alleen maar de kettingregel tegen te werken. Bij opgave 4 moet je bewijzen dat dit een primitieve functie is. Nou, dat kun je doen door die te differentiëren. Dat zit in best wel veel examens, dus ik verwacht dat de meesten dit geoefend hebben. En hier 3 punten halen, of in ieder geval 2 punten halen, als je een slordigheidsfout hebt gemaakt. Opgave 5, nou, dat was wat lastiger qua primitiveren. Ik denk nog steeds wel te doen, maar deze was, omdat je die bovenste formule hier moet gebruiken, wel een stap lastiger. Opgave 6, het lastige bij deze opgave is dat je niet weet hoeveel wordt f naar rechts en omhoog verschoven. Als jij niet inziet dat je dan een translatie van a, b kunt doen en dat kunt toepassen op fx, kan het zijn dat je denkt, weet je, ik ga lekker naar de volgende opgave en dan mis je 0 punten. Bij opgave 7 moet je de inverse functie opstellen van fx. Nou, als je dat goed geoefend hebt, denk dat dit niet de lastigste is die je kunt krijgen. Nou, het verder verloop, dat is op zich ook wel te doen. De y-coördinaten van elkaar afhalen van de functie van fx en de inverse functie. En ja, dan kun je in principe de lengte van dit lijnstuk uitrekenen. Er staat bereken, dus dat mag je met de rekenmachine doen in de stap daarna. Opgave 8 is wat inzichtelijker. Je moet eigenlijk de f van p en de f van p plus 1, die moet je met elkaar vergelijken. Dat verschil moet je uitrekenen. En als je dat gelijkstelt aan 3, nou, dan zijn er best wel wat stappen waarin je het moet omvormen. Hier kun je best wel snel een fout maken als je de rekenregels niet goed beheerst. Ja, en dan kom je al heel snel niet goed uit en dat kan je veel punten kosten bij opgave 8. Nou, dan een opgave over klavertje 3. Waarom niet klavertje 4 zou je zeggen? Dan had je misschien nog wat meer geluk gehad. Bij opgave 9 moet je in ieder geval de afstand tussen p en q uitrekenen. Nou, dat kan ik doen door de x-coördinaten aan elkaar gelijk te stellen. Nou, waar ik zelf als eerste aan dacht, want je ziet de cosinus van t plus pi staan, is de verdubbelingsformule. Nou, dat werd best wel ingewikkeld. Het kan hier eigenlijk veel makkelijker door te bedenken dat de cosinus van t plus pi gewoon gelijk is aan min de cosinus van t. Dat kun je gewoon met de eenheidscirkel aantonen. Nou, als je dat doet, wordt de opgave een stuk simpeler en is die best wel te doen. Opgave 6, nou, die is iets lastiger. Vooral hè, hoe ik het zelf heb opgelost met behulp van de tangens. Nou, dan moet je ook weer goed de tabel van de tangens kennen. Ik doe hem zelf altijd afleiden met de sinus en de cosinus, maar ik vermoed dat hier best wel een aantal mensen niet helemaal uitgekomen zijn. Opgave 11. Nou, hier moet je vooral zien dat je bij de cirkelvergelijking, op het moment dat je die hebt, daar de x-coördinaat van p kunt invullen en de y-coördinaat van p op die manier kunt uitdrukken in de x-coordinaat van p. Nou, dan kun je een rechthoekige driehoek construeren. P, P-accent, loodrecht naar beneden. En dan kun je gewoon de stelling van Pythagoras gebruiken. Maar ja, zoals bij veel wiskundige opgaves, als je het niet ziet, dan krijg je de punten niet. Opgave 12. Bereken exacte oppervlakte van vierhoek AORS. Nou, dat kan op best wel veel verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld met gelijkvormigheid aantonen. Nou, ik denk een opgave met een gemiddelde moeilijkheidsgraad als ik dat met andere jaren vergelijk. Ik heb ze wel eens lastiger gezien. Ook de perforatie heb ik wel eens lastiger gezien. Nou, dan was ik bij opgave 14 zelf zo stom tussen aanhalingstekens om de functie van f te gaan differentiëren, om de coördinaten van t te bepalen, terwijl t ligt op de y-as. Nou, dan is de x-coördinaat van t 0 en hoef ik dat helemaal niet uit te gaan rekenen door de functie fx te gaan differentiëren. Dat was veel te veel werk. Dus daar ben ik ook vrij snel mee gestopt. En ja, op het moment dat je dan weet hoe je de horizontale asymptoot moet opstellen, de limiet van x gaat naar oneindig bepalen, nou, dan is die best wel te doen. Opgave 15. Ik denk de makkelijkste opgave van het hele examen. Maar ja, vervolgens komen opgave 16, 17 en 18 eraan. En opgave 16, nou, deze vergelijking, ja, daar gaan heel veel mensen niet uitgekomen zijn. Ik moest er zelf ook even naar kijken. Aan de hand van dit plaatje bedacht ik, ja, wat ik in ieder geval zie is niet rechthoekige driehoeken, dus ik zie hier ook nog de cosinus staan. Ik ga eens wat proberen met de cosinusregel. En wonder boven wonder kwam ik uiteindelijk ook nog op deze vergelijking uit. Maar ik kan me voorstellen dat dat op de een of andere manier niet lukt. Vervolgens moet je bij opgave 17 de vergelijking ook nog eens oplossen, terwijl het is één vergelijking met twee onbekenden.
kan zomaar zijn dat je op zoek bent gegaan naar een andere vergelijking met die twee variabelen. Ja, dan kom je bedrogen uit, want dat vind je niet. Nee, wat je hier moet bedenken is dat je de cosinus van 180 graden min alfa kunt omzetten in min cosinus alfa. Dan kun je de min naar de teller toewerken en dan kun je eigenlijk de cosinus alfa wegwerken op die manier. Ja, en dan hou je nog maar één onbekende over, de d, en dan is het op te lossen. Opgave 18, de laatste opgave. Nou, hier moest je de momentenwet gebruiken of je kon werken met vectoren. En de momentenwet zit er eigenlijk niet zo heel erg uitgebreid in. Dus ik kan me voorstellen dat je die even misschien niet meer wist. Ja, dan laat je zomaar 4 punten liggen. En dat is toch wel zonde. Al met al vond ik dit toch best wel een pittig examen. Althans, ik denk dat het landelijk genomen als pittig is ervaren en dus niet zo super goed gemaakt is. Daarom verwacht ik een eindterm die best wel hoog is. Ik gok zelf tussen de 1,8 en misschien zelfs wel 2,1. VWO Wiskunde C. Nou, ik ga weer beginnen met de allereerste vraag. En ik vond eigenlijk de allereerste vraag, de eerste 3 vragen van het examen, heel erg goed te doen. Bij de eerste vraag moest je de inhoud uitrekenen van de letter Z. Nou, ik denk dat de meesten in ieder geval bedacht hebben dat je er een grote rechthoek van kunt maken en dat je er dan de oppervlakte van 2 driehoeken van afhaalt. Of dat je er 2 rechthoeken en een parallelogram van maakt. Opgave 2, dan moest je de uitwerkbijlagen voor gebruiken. Nou, ik heb ze eigenlijk nog niet zo vaak zo makkelijk gezien als deze opgave 2. En bij opgave 3 was het ook eigenlijk letterlijk een opgave zoals je hem in het boek hebt. Dus echt wel een goed begin van dit examen. De opgave over veldleeuweriken vond ik relatief goed te doen. Net als bij wiskunde A, want daar zat deze opgave ook in. Geldt dat je hier bij de groeifactor wel tot de macht 11 moet doen voor de periode 1990 tot en met 2000 en niet tot de macht 10. Vervolgens zie je hier ook weer de opgave met een recursieve formule opstellen. Nou, ik denk dat deze dus goed te doen is. De 2 waarden waar dat voor moet afgelezen worden, 1990 en 2005, nou, daar zit 15 jaar tussen. Dus ja, het moet dan een meetkundige rij zijn. De groeifactor tot de macht 15, die is dan bekend. Nou, dan kun je de R mee uitrekenen en zo verder gaan. Nou, de opgave 7 over de grenswaarde was ook niet al te lastig, ook vergelijkbaar met wat in het boek zat. Bij opgave 8 kan ik me voorstellen dat het niet helemaal gelukt is die maximale toenamesnelheid te bepalen. Ik kan me voorstellen dat je misschien 2 punten op de grafiek hebt gepakt die dicht bij elkaar liggen, maar je moest echt de raaklijn tekenen en dan 2 roosterpunten kiezen en het met behulp daarvan uitrekenen. De logica vraag, die vond ik goed te doen. 9, 10 en 11, daar zaten eigenlijk weinig bijzonderheden in. Opgave 12, dat is wel een vraag waar je even heel goed bij moest opletten. Vooral het correct formuleren, zodat je uiteindelijk alle punten voor deze vraag hebt. Dan kwam er een opgave die de meeste wiskunde C-leerlingen denk ik wat minder leuk vinden. Werken met letters, dan wordt het toch wat vaak abstract. Dus ik denk dat opgave 13 en 14 wat minder goed gemaakt zijn. Bij opgave 15 en 16, nou, denk dat het alweer iets beter gedaan is, want daar hoef je niet te veel formules om te schrijven en dat daarbij in te vullen. Dus dat is denk ik wat beter gegaan. Overigens, opgave 16 is denk ik toch niet wat beter gegaan, want dan moest je deze formule die hier staat, formule 3, die moest je gelijkstellen aan volgens mij 8. En ja, dan moet je dan waardes vinden voor L en G. En op het moment dat je de formule niet omschrijft, wordt dat heel lastig. In mijn video laat ik zien hoe ik de formule heb omgeschreven. En dan is het eigenlijk vrij simpel om een tabelletje te maken en hier goed uit te komen. Maar als je dat niet lukt, ja, dan kun je hier zomaar best veel punten laten liggen. De opgave over de Rubik's kubussen, nou, die vond ik ook best wel goed te doen. Opgave 17, dat was prima te doen, 18 en 19 ook. Ja, opgave 20, die is afgekeurd, die vraag. Iedereen krijgt hier alle punten. Dat komt omdat je deze vraag hier... Ja, het was onduidelijk of je dat met behulp van de formule moest aantonen die onder opgave 17 staat, of met behulp van de tabel. En je komt op dusdanig verschillende waarden uit, dat is besloten dat iedereen hier alle punten krijgt. Nou, als je hier al alle punten had, is dat ja, misschien een beetje jammer, maar op het moment dat die vraag niet gelukt is, is dat natuurlijk heel erg fijn. Zeker als de vraagstelling niet helemaal eenduidig is. Dan de opgave over meerlingen. Nou, die zat ook al bij wiskunde A erin. 21 was denk ik goed te doen, kon je allemaal systematisch uitschrijven. 22, nou, dat was ook niet al te lastig, hè? Nieuw min oud gedeeld door oud keer 100%. En opgave 23 en 24, nou, die waren dan misschien ietsje lastiger, maar daar zaten op zich ook geen hele gekke dingen in. Dus nou, al met al vond ik dit best wel een makkelijk wiskunde C-examen.
Zeker vergelijkbaar met de vorige jaren. Zo niet wat makkelijker, denk ik. Ik verwacht daarom ja, niet een al te hoge N-term. Dat heeft wiskunde C ook meestal niet echt. Ik verwacht een N-term van 1,0 à 1,2. En dat waren mijn voorspellingen voor de N-term. Nou, ik ben benieuwd of ik gelijk heb. We gaan het zien over 2 weken. Nou, zoals in het begin van de video aangegeven, heb ik ook alle examens compleet uitgewerkt. Die zie je hier staan in de map Centrale Eindexamens 2024 Eerste Tijdvak. Dus kijk eventueel ook die video's, want de docentenhandleiding, ja, daar vind je vaak niet alle stappen in. En dat is dus ook de reden dat ik deze video's heb gemaakt. Nou, vond je dit een leuke video? Abonneer je dan ook op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.